het SOM Regiojournaal. Voortgang Broad River Marveld Recreatie. Nieuwe wagon Golf. Koningsmaan. Beste kijkers, welkom bij het regiojournaal van deze week. Het Wild River Park op recreatiecentrum Marveld is uit de stijgers. Thans wordt er gewerkt aan de afronding. De bouwers van de rotsen zijn vertrokken en nu wordt de laatste hand gelegd aan de inrichting van het groenlandschap op het buitenterrein. Een verbindingsbrug van het terrein van het buitenzwembad naar het Wild River Park is gelegd. Door het bedrijf Rolugro worden de laatste kunstgrasmatten aangebracht en geborsteld. Binnen afzienbare tijd is alles gereed. En dan? Is het wachten op de landelijke overheid of de coronamaatregelen zijn verlicht en misschien zijn opgeheven? Het Goolstation in Groenlo, wie kent het niet? In ieder geval wel de meeste Grollenaren en de ouderen zelfs nog dat het in bedrijf was. Immers, het Gelders Overijssels Lokaal Spoor zorgde voor het transport van goederen vanaf station Winterswijk tot Hellendoorn. Van het station is nog het hoofdgebouw over en dat is inmiddels al gerestaureerd en weer bewoond. Het is al enkele jaren geleden dat een enthousiaste groep personen, onder wie de bewoners van het station, op het idee kwam om ook het spoorwegappartement te herstellen. Immers, tientallen jaren was er niet naar omgekeken en was het grotendeels verdwenen door de aanleg van onder andere een busstation. Nadat enkele jaren geleden al een dieselvoertuig voor restauratie was aangekomen en in een later stadium een goederenwagon, kwam er nu een originele personenrijtuig naar Groenlo. Het was een buitenkansje dat dit rijtuig kon worden overgenomen van Museum Buurtspoorweg MBS in Haaksbergen. Enkel de goede contacten die over en weer bestaan hebben dit mogelijk gemaakt. Het rijtuig werd met behulp van sponsoren overgebracht van Haaksbergen naar Groenlo. Hier voor mij staat Ronald Wolprijs, wonende op het prachtige station hier in Groenlo, daar ben je bekend van. Maar je doet nog meer zo te zien. Wat gebeurt je allemaal op dit moment? Ja, we zijn ook bezig om een nieuwe wagon hier naar Groenlo te halen. Die komt van Haaksbergen af. En dat is een veel originelere wagon dan wij hier hadden staan. Het was een verblijfswagon die wij hier stond en die hebben we nou kaal gemaakt en die gaat waarschijnlijk weg. En deze gaan wij nog wel restaureren en die wordt straks hier ingezet op het spoor. Ja, het is prachtig, want er staat niet alleen dit is echt een transportwagon, hè, maar er staat nog meer, een goederenwagon. Ja, we zijn in de tent zijn we bezig met de locomotief. En we hebben nu deze, dat is een personenrijtuig uit de jaren 20, een Duitse wagon. En daarnaast hebben we onze oude wagon die we hadden, hebben we kaal gemaakt en er wordt een rongenwagon waar de hout op geladen werd. Dus dat zijn de wagons die we nu in bezit hebben. Ja. We zien hier een heel spektakel, hè? Een paar grote kranen van Terhorst. Het is een geheel gemanoeuvreerd hier. Maar ik begreep, dit hele project doe je niet alleen. Dit is een stichting wat hierop zit. Ja, wij hebben een stichting in het leven geroepen, een stichting Goolstation Groenlo. Dat doen we nog met een man of acht. Zijn we bezig met de eerste instantie het restaureren van de locomotief, maar ook het onderhoud van het hele terrein. Dus we doen met een groep van acht mensen doen we dit allemaal. En hopelijk groeit die groep nog een beetje. We hebben nu alweer een project erbij, dus, dus er mogen wel mensen bij komen. Nou, bij deze dus de oproep. Maar wat je ziet, het geeft eigenlijk natuurlijk een prachtig idee van hoe het je vroeger, wat je allemaal afgespeeld hebt. Want het is een oud spoorlijn, begrijp ik? Ja, het is een spoorlijn van 1881. Toen is de spoorlijn, de Gelderse Overijsselse Lokaalspoorweg, is toen opgericht.
En in de jaren tot 37 heeft hier personenvervoer plaatsgevonden. En daarna alleen nog maar goederenvervoer. En in de jaren 72 is de hele lijn opgebroken. En een jaar of zes geleden is er weer een stukje spoor hier neergelegd. En dat willen wij nog gaan uitbreiden. We hebben nog plannen om het stukje spoor nog weer verder uit te breiden nog. Ja, ja. En is het dadelijk dan ook toegankelijk voor bezoekers? Kunnen ze straks in de wagons kijken? Of, Ja, wij willen dat op gezette tijden willen wij dat gaan openstellen. Daar hebben we nog, al die plannen moeten wij nog verder gaan uitwerken. Maar dat is absoluut het plan dat wij met toeristen daar een stukje mee gaan pendelen. Dat is het idee. Ook al dat ik het best hier kan vinden. Op Koningsdag was in Nederland een supermaan te zien. Volgens Weer Online was het voor het eerst sinds 1909 dat dit op een koninklijke feestdag gebeurde. Het is ook iets wat veel mensen nooit meer zullen meemaken. Want de eerstvolgende superkoningsmaan is pas in 2127, aldus het Weerbureau. Een supermaan komt ongeveer 4 op 1 volgende maanden per jaar voor. Dat de volle maan niet altijd even groot is, komt doordat de afstand tussen de maan en de aarde niet altijd hetzelfde is. Dat is het gevolg van de eivormige baan die de maan om de aarde aflegt. Tijdens een supermaan staat de maan ongeveer 27.000 kilometer dichter bij de aarde dan gemiddeld. In Eibergen wordt het centrum aardig op de schop gezet. Nadat enkele straten in het centrum waren herbestraat, was nu het dorpsplein aan de beurt. In vlot tempo werden de klinkers verwijderd en parkeerplaatsen verdwenen. Nu het plein voor 90% klaar is, is duidelijk te zien wat er veranderd is. Een fraai plein langs de doorgaande weg die dus verlegd is. Waar eerst de auto's zich tussen het winkelend publiek moesten doorwurmen om te parkeren, is dit verholpen door de weg te verleggen, hetgeen de verkeerssituatie ten goede komt. Zoals overal in Nederland kan de 4 mei-gedenking nergens doorgaan in verband met de coronamaatregelen. Bij de stichting 4 en 5 mei Lichtenvoorde ontstond het plan om toch te gedenken, maar op een geheel andere manier. In samenwerking met de ZSWM werd op verschillende dagen diverse items opgenomen, zoals een kranslegging bij het monument, een toespraak van burgemeester Bronsvoort via Zoom, interviews en de vragen van Vlinderen schoolmeisje aan diverse personen. U ziet een korte samenvatting en graag verwijzen we u naar YouTube op het kanaal van de ZSWM en op de website van ons www.zswm.nl. Wat zijn jullie hier aan het doen? Nou, wij zijn een beetje aan het lekker aan het repeteren. En we zijn bezig met mooie nummers die misschien wel heel mooi passen bij de tijd van het jaar. Maar wie bent u en wat doet u? Ik ben Hans Inkamp en ik ben predikant hier in deze Johanneskerk. Fijn dat u even met mij wilt praten. Want u bent veteraan, of niet? Op dit moment werk ik voor een organisatie, dat heet in het Nederlands de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. In het Engels is dat Organization for Security and Cooperation in Europe. Nou, ik werk bij de Luchtmobiele Brigade.
Ik ben opvolger pelotonscommandant, dus ik geef sturing aan een peloton. Dit is een voormalige Joodse begraafplaats in de gemeente Oostschelde. Die is op dit moment niet meer in gebruik. Je ziet ook niet zo heel veel. Vlinder, hi. Ah, vlinder. Ja. Oh, wil je wat vragen? Ja. Ja? Ik kwam een mooie boek tegen. U had het geschreven, hè? Ja. Ja, waar gaat het nou eigenlijk over? Dat wij heel veel jaren al met families en zo kennis hebben gemaakt over dit gebeuren. Waar je hier maar een klein momentje van ziet dat die 23 jonge mensen begraven liggen. In Barlo is door het Haarts Fotocollectief een foto-expositie samengesteld. De tentoonstelling zou in het kader van 75 jaar vrijheid vorig jaar worden gehouden. Echter, dit kon gezien de omstandigheden toen niet doorgaan. Het betreft hier foto's van oorlogsveteranen uit de gemeente Aalten. De veteranen hebben in Nederlands-Indië gediend en in de verschillende vredesmissies. De foto's zitten in een roestvrijstalen frame en de collectie is opgesteld op het erf van de familie Veerbeek aan de Villeken in Barlo. De expositie is tot medio oktober beschikbaar. Vijf mei vieringen. Ook in de Achterhoek is er aandacht besteed aan 5 mei, bevrijdingsdag. Hoewel er door corona geen festiviteiten plaatsvonden, hing wel overal de driekleur in top. Beste kijkers, dit was het regiojournaal van deze week. Wij hopen dat u ervan genoten heeft. Tot de volgende keer.